Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. We zijn nu in gesprek met Marieke Gronderie, gespreksleider of fractievoorzitter bedoel ik van CDA Best. En kun je iets meer vertellen over je eigen partij? Hoeveel leden hebben jullie? Hoeveel partijleden in de raad? Ja, dat kan ik zeker. Wij zitten met 3 raadsleden in de raad. Mm-hmm. Verder hebben wij nog 1 burgerraadslid. Echt onmisbaar ook ter ondersteuning en aanvulling van onze fractie. Wij hebben verder een actief bestuur van ongeveer 8 leden. En wij hebben een ledenlijst van ongeveer een 80 leden op dit moment. Van echt mensen die actief zijn binnen de partij. Ja. En wij hopen natuurlijk in maart veel mensen die op het CDA gaan stemmen. Ja, dat hoopt iedereen natuurlijk van het CDA en de andere partijen ook. Maar bij die voorbereidingen, u heeft zelf net al even gezegd van ja, ik ben en directeur van een basisschool en fractieleider. Kunt je dat wel combineren? Ja, dat kan ik combineren. Ik ben wel heel bewust toen ik in de raad kwam, ongeveer 4 jaar geleden, ben ik 1 dag minder gaan werken om het inderdaad goed te kunnen combineren. Ja. Want er gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Het zijn naast de avonden, hè, je hebt natuurlijk de avonden in het gemeentehuis, je hebt je fractieavonden, zijn het ook natuurlijk alle activiteiten die erbij komen kijken. Hè. Je wil met mensen in gesprek, je wil met organisaties, verenigingen. Je wil je achterban, wil je raadplegen als het gaat om onderwerpen. Ja, daar moet je gewoon tijd in steken. En die balans die heb ik wel gevonden. En je doet het met plezier? Ik doe het met heel veel plezier. Ja, ja, echt. We gaan nou even naar de vragen. Jullie hebben die 5 vragen gekregen van tevoren om heel duidelijk te maken dat Plein Best helemaal geen vragen stelt om iemand in de val te trekken of zo. Het zijn gewoon open vragen waarop je een antwoord kunt geven. En een van de vragen is bijvoorbeeld duurzaam Best. Wat houdt dat volgens jullie in en kunnen we dat wel bereiken? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we afgelopen maandag, het is nu ook een item, het is sowieso een item wat in de raad al heel lang speelt natuurlijk. Ja. Maar nu op dit moment heel actueel, omdat we daar ook met de energievisie een beslissing over moeten nemen. Ja, dat vinden wij heel belangrijk. Kijk, hè, als het gaat om, we hebben gewoon een landelijke opgave. Ja. Dus daar als gemeente Best werken wij daar ook aan mee. Maar als CDA vinden wij het met name heel belangrijk dat er ook wordt gekeken naar een stuk bezuiniging van energie. Want wat je bezuinigt, hoef je niet op te wekken. En dan denk je aan isoleren van woningen, dan denk je aan het bijvoorbeeld groene daken, iets wat we in Best nog niet doen, maar waar wij van als CDA zeggen van nou weet je, daar moeten we als gemeente ook echt gaan ondersteunen, zodat mensen dat kunnen realiseren. En wat wij ook zeggen, als je het hebt bijvoorbeeld over zonnepanelen, op de daken van de gemeentelijke gebouwen, op de bedrijven, op de woningen. Daar zijn wij voorstander van. En in de wijken zoals bijvoorbeeld Wilhelminendorp, met veel oudere huizen en weinig mogelijkheden om te bezuinigen? Nou, ik denk dat die mogelijkheden er wel zijn. Alleen ik denk dat je daarin maatwerk moet leveren. Ja? Dat je heel goed moet gaan kijken, hè, naar het type woningen. Maar ook inderdaad naar de bewoners van wat kunnen ze. Ja. Hè, en afgezien nog van wat ze willen, wat kunnen ze. En kun je daar als gemeente ook een stuk in ondersteunen. Want ik denk dat de kracht erin ligt dat je het samen doet. Ja. Hè, en dat je dus ook gaat kijken van nou kun je bijvoorbeeld iets niet alleen individueel met 1 woning. Maar kun je iets met een straat of kun je iets met een wijk. Kijk, particuliere initiatieven zijn geweldig. Ja. Maar zeker de senioren bijvoorbeeld zeggen van ja, weet je, het is heel ingewikkeld. Het is soms heel technisch. Ja. Het kost veel geld. Laat maar. Nou, daar moet je mensen wel goed in voorlichten en in begeleiden. En vindt u ook dat bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Best Duurzaam een rol heeft? Ja, zeker. Als het gaat om een stuk voorlichting en een stuk uitleg, zijn zij met name een omdat ze ook echt onafhankelijk zijn. Ja. Hè? Zij zijn niet een bedrijf die iets willen verkopen of iets aan de man. Nee, zij geven advies. En doen dat ook op een hele persoonlijke manier. Waarbij ik denk dat als mensen vragen hebben, dat het ook laagdrempelig is om bijvoorbeeld naar hen toe te gaan.
Maar als je ziet in het Wilhelminendorp en in de Hoogakker bijvoorbeeld, zijn veel oudere woningen en dan houdt het eigenlijk wel op met zonnepanelen. Maar ja, maar als je gaat kijken naar isolatie, ik heb het ook over hele makkelijke dingen, hè, als folie achter de verwarming bijvoorbeeld, wat heel makkelijk te realiseren is. Als het gaat om warm watergebruik bijvoorbeeld. Ja. Maar daar ligt de uitdaging wel wat groter. En dat is ook, hè, we hebben natuurlijk een heel aantal jaar om die target te bereiken. En in sommige wijken zal het sneller gaan. Hè, als de motivatie van de mensen hoog is en ook particuliere initiatieven gaan ontstaan, dan zal het mogelijk sneller zijn. En wijken waar het, ja, daar heb je soms wat meer tijd voor nodig. En ik denk ook dat als je gaat kijken naar de ontwikkeling van bepaalde dingen die je kan doen om energie op te wekken of om inderdaad te isoleren, dat die ook heel snel gaat. Maar de uitspraak van gasvrij over een paar jaar, lukt dat? Wij hopen het, maar ik denk dat we er als gemeente kritisch in zijn van wat mogelijk is, wat haalbaar is en betaalbaar is. Ja. En dat je het iedere keer langs die lat moet leggen. En ik denk in sommige, net wat ik ook net aangaf, in sommige gebieden dat het wel gaat halen. En andere denk ik dat we mogelijk toch daar een tandje bij zullen moeten gaan zetten. Een ander probleem, een andere vraag is eigenlijk, heeft ook een beetje te maken met de coronatijd. Dus het jongerenwerk, hè, en het probleem van de jongeren. Ja. Vind je dat er genoeg gedaan wordt in Best op dat gebied, op het gebied van de jongerenwerk? Of kan er nog iets meer gedaan worden? Ik vind dat er altijd meer kan. Ja? Zolang er, zeker in coronatijd, maar ook daarbuiten, ik denk dat er altijd meer kan. Ja. Want er zijn nog steeds jongeren die thuis komen te zitten, die niet aan werk komen, die in de psychische problemen komen. En zolang dat is, dan moet je daar als gemeente gewoon echt op insteken. Ik vind dat de jeugd- en jongerenwerkers ontzettend goed werk doen. Zeker ook in coronatijd, om op alle mogelijke manieren te kijken van, nou, waar kunnen we helpen de straat op te gaan, de jongeren aan te spreken. Dus ik vind dat ze ontzettend goed werk doen, maar ik vind wel dat we niet achterover kunnen leunen en zeggen, nou, hè, wat we hebben is goed en daar laten we het bij. Ik vind dat je daar altijd naar moet blijven kijken, want bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de wachtlijsten die er bijvoorbeeld nog zijn, dan vind ik dat echt een punt van zorg. Ja. En ik ben ook heel blij dat wij als gemeente Best daar ook gewoon heel kritisch op zijn. En zeker ook als CDA, dat wij daar iedere keer ook weer de aandacht voor vragen. Want ja, dat is niet iets dat we zeggen, ja jongens, hè, dat is een lange landelijk probleem en jammer. Nee, dan moeten we in Best moeten ook heel goed gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat in Best onze jeugd de hulp krijgt die ze nodig hebben. En vanuit mijn eigen vakgebied denk ik dat daar ook heel erg veel ligt in de samenwerking tussen ouders, de jeugd, hè, en dan een instantie. Want op het moment dat je met z'n allen als ouders kunnen aangeven, hé, ik heb hulp nodig, dan kan er ook iets sneller gaan. En ja, achter de voordeur komen, en dat is niet alleen met jeugdproblematiek, maar ook met laaggeletterdheid, mensen in de schuldsanering. Als je eenmaal achter de voordeur bent en je hebt allemaal die neus dezelfde kant op, dan kun je dingen gaan versnellen. En ik denk dat daar gewoon ook nog winst te behalen is. En Todo speelt een hele belangrijke rol, hè? Maar je merkt nou, door die corona ligt Todo ook voor een groot gedeelte stil. Ja. Zal dat niet de oorzaak zijn dat heel veel jongeren gewoon met psychische problemen rondlopen? Ook, ja, ik denk dat het een verschillende factoren zijn. Want ook de sportverenigingen, hè, waar ze ook een uitlaatklep hebben en bezigheden hebben, ook daar niet. Ja. Een stukje Todo. Maar wat denk je van het thuisonderwijs? Ja. Hè, dat zijn allemaal aspecten waar we van niet van moeten onderschatten wat dat psychisch met jeugd doet. En ik denk dat we daar nog ook niet kunnen zeggen, nou, hè, als corona voorbij is, hè, als we dan eens kunnen spreken van voorbij, dan zijn die problemen ook opgelost. Nee, daar zit ook een heel stuk nazorg in. Ja, het enige wat thuiswerk geregeld heeft voor het onderwijs is dat mensen meer waardering hebben gekregen voor de leerkrachten. Voor de leerkrachten, ja, dat klopt. Ja, yes. Ja, dat heb ik ook echt zelf ook ervaren. Ja. Die waardering is er. Hè. De ouders hebben meer inzicht gekregen in wat leren en wat onderwijs inhoudt. Ik was ook heel blij zelf dat maandag in ieder geval de scholen grotendeels basisonderwijs en middelbaar onderwijs weer open gingen. Want je wil de kinderen, je wil ze voor je hebben, je wil die interactie, je wil ze in de ogen kunnen kijken van hey, hoe staat het ermee? Met name ook een stukje vanwege het welbevinden. Ja. En dat zie je niet door een schermpje.
Maar als je nou ziet dat er best al heel veel gerealiseerd is op dat gebied. Hè? Ja. Als je kijkt naar de sportvoorzieningen die gewoon geweldig zijn. In best de mogelijkheden bij Todo. Ja. Er komt nou een kruifkoord. Nou, dat is gewoon geweldig. Maar het moet uitgevoerd worden. En dan moet er ook gebruik van gemaakt worden. Ja. En dan hebben jullie als partij ook ideeën van hoe dat realiseerbaar is? Om... Nou, je hebt met name heb je daar mensen voor nodig. En dat is eigenlijk een beetje wat je bij overal ziet. Je hebt mensen nodig die inderdaad de straat op gaan, ja. die ze gaan aanspreken. Want zeker die doelgroep, die bereik je toch op een hele andere ja. manier. Die bereik je niet met een stukje in groeiend best. Die nee. bereik je door inderdaad de plekken op te zoeken waar ze nu zijn, de scholen in te gaan. Ja. En ze inderdaad ook onder de aandacht te brengen van wat best te bieden heeft. En het laagdrempelig maken om er inderdaad naartoe te gaan. Ja, en welke mogelijkheden dat er zijn. Hè? Precies, ja. Kijk, als je zo'n stichting Leergeld bijvoorbeeld, die, ja. die werkt prima, ja. maar het moet wel meer bekend worden gemaakt. Ja, ik vind daar ook wel een taak van de scholen liggen. Ja. Hè? De school is natuurlijk een enorme vindplaats ja. als het gaat om signaleren van bepaalde problematieken. Ja. En ja, Stichting Leergeld is iets wat je als je een gesprek hebt met een ja. ouder meteen kan zeggen. Hey. Ja. En als school daar ook in kan begeleiden, want alleen, dat is ook weer, hè, alleen een foldertje meegeven. Ja. Is vaak ook niet voldoende. Nee. Maar hey, zal ik eens een keer, zal ik een keer voor je bellen? Of zal ik een keer ja. met je meegaan? Of iemand, nou dat vind ik helemaal nog sterker. Daar vind ik ook dat wij in best ook nog echt winst te behalen valt. Haal ze de scholen binnen. Ja. Haal de organisaties in de school. Hè? Zorg dat er iemand van Stichting Leergeld een uurtje ja. in de school is. Ja. Of een koffieochtend. Of ja. hè, een maatschappelijk werker. Of nou ja, een middelbare school of een andere organisatie, haal ze binnen. Dan dus is dat wil zeggen, betere samenwerking nog? Ja, meer ja, samenwerking. Ja, betere samenwerking, dat is één. Maar een samenwerking kan ook heel goed zitten in gesprekken die partijen onderling hebben. Ja. Maar ik zeg ook vooral het stukje fysiek er ja. zijn. Marieke, een ander probleem is dat de prijzen steeds meer omhoog gaan. De gasprijs bijvoorbeeld, elektriciteit, maar ook wat je koopt in de winkel. Ja. En veel ouderen zitten nou met het grote probleem dat het AOW gaat niet omhoog. Nee. En die ouderen die maar een heel klein pensioentje hebben of geen pensioen, die komen in de problemen. Ja, ja, dat is echt een heel groot probleem. Het is ook echt een zorgelijke ontwikkeling. En ja, CDA Best heeft ook altijd gezegd, wij laten niemand in de kou staan. En wij hebben ook gezegd, weet je, een warm huis en gewoon kunnen eten, dat zijn gewoon ja. basisbehoeften. Ja. En als gemeente moet jij bijspringen op het moment dat mensen daardoor echt in de knel komen. Maar hoe wil je dat doen? Ja, ik denk dat het, kom ik eigenlijk weer op wat ik, ja. wat ik net ook noemde. Het belangrijkste is inderdaad het signaleren van ja. mensen die inderdaad in de kou komen te staan. Ja. Mensen die het niet kunnen betalen. Ja. En om hen, om dat goed te monitoren en dan goed te kijken, oké, waar kunnen we ze helpen? Want inderdaad, bij de een zit het hem in, ik kan mijn eten niet meer kopen. Nee. Nou ja, daar hebben we ook organisaties voor als het gaat om energie. Om dat ook te ondersteunen. En dan inderdaad daar ook mogelijk maatwerk in te leveren en een goed plan op te zetten. Maar dat wil zeggen dat je vrijwilligers of deskundigen moet aantrekken die de wijken ingaan. Hè? Bijvoorbeeld? Want het lost niks op achter die tafel. Hè? Nee, nee, dat ook weer, hè, kom ja. over die drempel. Hè, ja. Met ook weer een stukje schaamte. Ja, je noemt de senioren ja. absoluut een doelgroep als het gaat om een klein pensioen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan gezinnen of ja. alleenstaanden. De doelgroep is veel groter en ik denk dat we ook echt weer gaan, dat is altijd, maar dat de groep stille armoede ook groter ja. wordt. Nou ja, zoiets als Bestwijzer, een organisatie ja. die ook al veel met mensen in gesprek gaat. Maar ook weer die wijk in, achter ja. die voordeur komen. Maar ook verenigingen, stichtingen binnen Best, waar mensen toch ook nog komen. PVGE, KBO, ja. ook dat soort organisaties van signaleer het, geef het aan, leg het bij de mensen neer die daar mogelijk iets in kunnen betekenen en de mensen de weg kunnen wijzen naar de dus goede. Dus die drempel resultaten. Eigenlijk verleggen. De drempel verlagen. Want ik merk het bijvoorbeeld in het Wilhelminendorp, ik woon dan zelf in de Kantonier, een deel van het Wilhelminendorp zeg maar. En als je dan rondfietst in het Wilhelminendorp en je gaat bij die mensen op bezoek, dan willen ze koffie zetten, ja. maar je merkt gewoon, ze kunnen het niet meer betalen. Nee, nee. Het is allemaal veel te duur geworden. Ja. Maar is er ook een rol voor de raadsleden om daar meer mee op pad te gaan? Ja, zeker. Ik denk dat wij als raadsleden
op pad, ja. Want wij zijn natuurlijk ook degene die, en dan wordt het natuurlijk heel technisch, maar met een begrotingsvoorstel ook kunnen aangeven van hé, er moet voor geld worden voor vrijgemaakt. Want dat is toch uiteindelijk waar het op neerkomt. Hè? Ja. Dus daar ligt zeker een rol voor de raadsleden. Om de zaak te signaleren, maar ook gewoon het hele netwerk eromheen. Dit is ook weer iets waar we echt samen moeten doen. Want hè, jij komt in een bepaalde rol, kom jij achter de voordeur. En een thuishulp die komt weer in een andere rol achter de voordeur. En een huisarts en noem maar op. En wij moeten echt die signalen oppikken. Maar is het ook geen punt om achter die voordeur te gaan kijken als raadslid? Jazeker. Wij zijn altijd open voor gesprekken met mensen. En wij gaan willen zeker die daar achter de voordeur aan komen. En je hebt natuurlijk al je eigen weg, maar ja. Maar hoe krijg je die informatie waar je naartoe moet gaan? Ja, wij weten natuurlijk ook, hè, je noemt nou Wilhelminadorp. Ja. Dat is natuurlijk een voorbeeld van inderdaad waar veel mensen leven die toch vaak financieel ook wat moeilijker hebben. Daar kun je inderdaad echt de wijk in. En wij hebben ook onze mensen die daar ook vandaan komen. Ja. Die ook daar de netwerken hebben. En die het dan ook echt onder de aandacht brengen. Maar zo heb je ook meerdere plekken. Ik woon zelf in Naastenbest. Ja. En ik weet ook dat daar gezinnen, en dan noem ik nou eventjes het stukje gezinnen die het moeilijker hebben. Ja. Maar ook de senioren. Ja. 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 En vandaar dat wij daar ook aandacht voor vragen. Als je nou merkt dat er heel veel georganiseerd moet worden, geregeld, mm-hmm. goed bekeken, mm-hmm. is het dan nog wel zinvol dat Best zelfstandig blijft? Kunnen we niet beter een gemeente van een wijk worden van Eindhoven? Nee, ik vind van niet. Waarom niet? Wij vinden Best heeft zo'n mooie aspecten van onze gemeente. En dan zeg ik van nee, wij moeten als Best zelfstandig blijven, maar samenwerken waar het kan. En dat is iets wat we al doen. Hè. We zitten in heel veel overleg, hè. De MRE, de SGE, noem maar op. En natuurlijk, bepaalde uitdagingen houden niet op bij de dorpsgrens, zeg maar. Maar om het karakter van Best en de faciliteiten van Best en gewoon het dorp met stadse allure, om het maar even zo te noemen, dat moeten we behouden. Daar zijn we toch ontzettend trots op met z'n allen. Maar je pleit voor het dorpse dat Best is. Ja. En dat kun je behouden, maar wel natuurlijk de samenwerking waar het moet. Want je hoeft niet in Best het wiel uit te vinden en in Oorschot het wiel uit te vinden en in Sonnenbreugel. En wij hebben ook contacten natuurlijk met wordt er goed samengewerkt tussen de verschillende gemeenten? Wij denken dat daar nog zeker verbetering in zit. En ook op welk gebied? Op het moment dat je in een samenwerkingsverband zit. En een voorstel moet eerst langs al die verschillende gemeenteraden, om allemaal goedgekeurd te worden voordat er iets kan gebeuren, dan ben je heel veel tijd kwijt. Terwijl wij denken dat op het moment dat je het bestuur daarvan een bepaald mandaat geeft, van dit zijn de kaders. En als jullie, hebben we met z'n allen de speerpunten bepaald, dit zijn de kaders. En als jullie binnen die kaders blijven, dan geven wij mandaat om aan de slag te gaan. Ja. Op het moment dat je buiten die kaders gaat, dan natuurlijk moet je dan terug. Maar dat is natuurlijk hetzelfde wat wij in Best doen. Wij geven ook zo'n bepaalde kaders mee aan het college. En als ze daar buiten gaan, dan moet je terug naar de raad. Maar dat vertrouwen moet je wel hebben. En ik denk dat daar echt nog wel verbetering in zit. Maar het zelfstandig blijven heeft ook financiële consequenties, hè? Ja, dat klopt. Kijk, we praten wel eens over een reservepot, maar... Mm-hmm. Is die eindeloos? Kunnen we het eruit blijven putten? Of? Nee. Hoe krijgen we het dan gedraaid? Moet daar de onroerend zaakbelasting niet omhoog? Dat is een van de mogelijkheden. Kijk, wij hebben natuurlijk, we weten allemaal, we staan in Best voor uitdagingen die geld kosten. Ja. We hebben net al een aantal dingen genoemd waarvan wij als CDA ook zeggen, luister, als er mensen in de knel komen, als mensen in de kou komen, dan moet er mogelijk geld bij. Ja. Nou, daar moeten we keuzes uit maken. En inderdaad, de vrije algemene reserve, dat is niet een pot waar we onuitputtelijk uit kunnen blijven halen. Nou ja, je hebt als gemeente heb je drie geldstromen, zeg maar. Eentje komt landelijk. Daar heb je als gemeente weinig invloed op dat ik kom binnen. Maar dan heb je inderdaad je stukje belasting en je stukje leges. Ja, daar zou een mogelijkheid zijn. Maar indien er een verhoging plaats gaat vinden, op welke manier dan ook, dan moet dat goed onderbouwd zijn. En bij de laatste begroting is er inderdaad een voorstel gedaan, van een verhoging van 4% van de OZB. Maar de onderbouwing was niet goed. En die heeft het dus ook niet gehaald.
En word je dan niet teruggefloten door het Rijk dat op een bepaald ogenblik zegt van jullie zitten veel te laag? Ja, op dit moment zitten wij qua onroerend goedbelasting laag. Ja. Dat kan mogelijk consequenties hebben, maar dat is op dit moment nog niet. Nee. En dat was een van de redenen dat we zeggen, luister, we hebben nu een sluitende begroting. Ja. Hè, we hebben nog geld vanuit het Rijk gekregen, waardoor we echt de zaken die we willen doen, kunnen we nu ook doen. En op het moment dat we inderdaad worden teruggefloten, dan moeten we gaan kijken van oké, luister, als het bepaalde consequenties gaat hebben, wat zijn dan de gevolgen en welke acties moeten we daar dan op nemen? Maar dan kunnen we het ook uitleggen. Ja. En dat vind ik altijd bij alles. Je moet het kunnen uitleggen waarom. En ja, er zijn gewoon zaken die geld kosten. Ja, daar kunnen we heel omheen draaien, maar dat is gewoon. Maar we moeten het kunnen uitleggen aan onze inwoners. En zolang dat je zelfstandig bent, heb je ook het gevoel dat de inwoners meer binding heeft met de gemeente zelf, hè? Want... Ja, maar je had het net over het voorzieningenniveau, gewoon in Best gewoon hartstikke goed is. Ja. Ja, maar dat komt omdat de mensen van Best, die zitten bij een sportvereniging en die gaan hier naar de bibliotheek. En dat zijn voorzieningen, die hebben wij gewoon hier. En daar werken we met z'n allen voor, want we willen het voor onze inwoners gewoon goed hebben. En op het moment dat je even jouw voorbeeld aangeeft, een wijk van Eindhoven wordt, dan is die binding een stuk minder. Ja, want je merkt nou de sportvoorzieningen, hè, dat die gewoon geweldig zijn. Hè. Dat is een pronkstukje van Best. Hè. Als je de voetbalvereniging, de tennisvereniging, de atletiekvereniging met een prachtige accommodatie, zwembad. Ja. En dat zwembad willen we ook per se openhouden, heb ik begrepen. Ja. Maar het moet wel betaalbaar blijven. Het moet wel, en daar zul je mogelijk op een gegeven moment uit een heel scala, hè, want we hebben nu even het stukje sport, maar als je gaat kijken naar een stuk cultuur bijvoorbeeld, dan zul je op een gegeven moment daar mogelijk keuzes in moeten gaan maken. En dan kan een keuze zijn van of we moeten op een andere manier meer geld erbij krijgen om het allemaal in stand te houden. Of je zegt, zijn er dingen die inderdaad anders kunnen en waarmee je mogelijk geld bespaart. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. En dus meteen een overstapje naar de verrassingsvraag. Een van de mogelijkheden om te bezuinigen is geen nieuw gemeentehuis bouwen. Want de bewoner in Best snapt er helemaal niks meer van. Hè? Op een of andere manier loopt de communicatie niet goed. Iedereen is er nou van overtuigd van naast de Zeeman komt het nieuwe gemeentehuis. Dan zitten we dadelijk met het oude gedeelte van het gemeentehuis dat een... gemeentelijk monument is, mag niet afgebroken worden. Ja. We zitten met een bibliotheek dat misschien ergens anders ondergebracht wordt. En we zitten met een gemeentehuis waarvan je zegt, na 5 uur is het maakt het geen deel meer uit van een bruisend centrum. Ja. Wat denken jullie ervan? Ja, daar hebben wij recent nog een stuk over geschreven. Ja. En als CDA zeggen wij, wij vinden het niet passend. Wat de locatie en de omvang, naast de Zeeman en zo'n groot gebouw, met de kennis die we nu hebben, met corona, met het gevolg, het stukje thuiswerken, een kantoorgebouw. Even duidelijk, de samenwerking gemeente met Best Wijzer, daar staan wij volledig achter als het gaat om dienstverlening, dus dat absoluut niet. Maar moet jij daar zo'n groot gebouw neerzetten, wat zo ontzettend en veel juist kost? Op die plek. Op die plek, ja. En wij horen die geluiden ook. En vandaar dat wij ook de komende tijd heel graag van de inwoners willen weten, hoe denken jullie daarover? Want we hebben natuurlijk al verschillende geluiden gehoord. Die we ook zeker daarom ook ons standpunt nou hierin. Want wij willen het heel graag... Maar niet naast Zeeman? Nou, niet naast Zeeman. Niet in de vorm zoals het nu is neergezet. Of, hoe dan wel? Weet je, je kan ook gaan denken aan bijvoorbeeld front office, back office. Ja. En of dan de front office naast de Zeeman, daar kun je het nog over hebben. Of dat er mogelijk dan een betere plek is. Kijk, het CDA heeft natuurlijk ook gezegd bij die besluitvorm. Wij hebben ook tegen het voorstel gestemd om het naast de Zeeman neer te zetten. Ja. Want wij zeiden, wij willen eerst eens een visie van het hele plein. Om dan te gaan kijken wat de meest optimale plek daar is. Nou ja, weet je, dat is democratie. Daar hebben we een voorstel voor ingediend. Dat heeft geen meerderheid gekregen. Maar wij zeggen nog steeds, wij denken niet dat het daar in die omvang passend is. En daar willen we heel graag opnieuw het gesprek over aangaan. Want ook dat weer, je kan als één partij kun je iets vinden. En wij ook met name het stuk communicatie zeggen we van, daar vinden wij echt niet voldoende geweest. Nee. En ook daarvan willen we heel graag weten hoe de mensen erover denken. Om het dan opnieuw
in de raad te brengen en het met alle partijen te bespreken. En hopelijk dus wel dan een meerderheid te krijgen, mogelijk voor een ander Want voorstel. Je zult het ook kunnen combineren. Hè? Ik ben dan zelf een van de ouderen die een vrij groot huis heeft en graag naar een ander appartement zou willen, maar er is niks in best. Dus ik heb zitten denken van nou, ik wil best daar in het Bruisen Centrum een kamertje of een appartement hebben. Ja. En zou dat niet te combineren zijn met het gemeentehuis? Bijvoorbeeld, kijk, op het moment dat je een kleiner gebouw maakt voor Bestwijzer gemeentehuis. Ja. En je dus ruimte overhoudt inderdaad voor woning. Maar ook hè, het huidige gemeentehuis, wat voor een heel groot gedeelte gewoon ook echt qua veiligheid gewoon ook niet meer voldoet. Maar ook dat biedt mogelijkheden voor woningbouw, voor wonen met zorg, voor starterswoningen. Ja, dat zijn natuurlijk, dat zeker voor CDA. Maar het is nog geen beslissing. Want er is specifiek gezegd, wij kunnen nog altijd terug. Ja. Dat is specifiek gezegd, want dat was ook een van onze punten dat we zeggen, als wij nu ja zeggen, nou we hebben uiteindelijk nee gezegd, maar als wij nu ja zeggen, zitten we daaraan vast? Nee, we kunnen nog altijd terug. Dus wij zeggen ook, nu is ook het punt, nu er nog geen tekening en er is ook nog geen geld, is ook nog geen beslissing over het geld genomen, kunnen wij nog terug. Dus nu is ook het moment om te zeggen van, hey, gemeenteraad, moeten wij dit nog eens een keer op tafel leggen? En ook nog eens een keer het stuk participatie, de omvang. En de locatie nog eens even heel goed met elkaar bediscussiëren. En de communicatie naar de woners. Participatiecommunicatie. Ja, dat want die is heel belangrijk. Ja, zeker. Het is van ons allemaal, hè? Ja. Ja. Want als je nou rondfietst in het Wilhelminendorf, wat ik veel doe, en in naast de Mest en andere wijken, dan hoor je overal, ja, maar het is al lang beslist, Henk. Nee. Daar kunnen jullie wel over praten, maar het is al lang beslist. Nee, het is niet al lang beslist. En dat is heel, dus herhaaldelijk is dat ook door de burgemeester is dat aangegeven. Het is nog niet beslist. Nee. Aha. Dus er zijn ook nog mogelijkheden dat eventueel het gemeentehuis komt op de plaats waar nou de spoor, waar het station is, of in het buitengebied? Of... Die mogelijkheden zijn er. En daar zouden we ook heel graag van willen weten van de inwoners van, goh, hoe denken die daarover? Ja. Ja, want ook inderdaad die geluiden, hè, spoorgebied, buitengebied, front office, back office en back office bijvoorbeeld op een industrieterrein wat een stuk goedkoper is. Combineren met multifunctionele accommodatie, combineren met woningen. Er zijn nog legio mogelijkheden. Maar wat wij zeggen, de omvang en de locatie zoals er nu ligt, het voorstel wat er nu ligt, dat vinden wij niet passend. Nee, dat is goed. Wat hopen jullie bij de komende verkiezingen? Wat hopen wij? Ja, wij hopen dat we naar 4 zetels gaan. Ja? Ja, dat hopen we, ja. En een wethouder? Als het enigszins, kijken we dan, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, wij hopen ook een wethouder te kunnen leveren. Ben je beschikbaar als wij komen? Ik denk dat we eerst gewoon goede verkiezingen neer moeten gaan zetten. Daar ligt nu de focus. En wat ik gewoon hier ook weer heel geweldig vind aan hoe wij in Best samenwerken, dat we weer gaan voor een raadsbreed akkoord. Ja. He, dus niet oppositie-coalitie. Nee. Dat iedereen de gelegenheid krijgt om punten in te brengen. Ja. En dat iedereen de gelegenheid krijgt om te zeggen, nou, we willen in gesprek over een wethouder. Ja. En tegen die tijd, dan praten we daar verder over. Want jullie hebben, iedereen die heeft nou meer kans, omdat er 2 zetels extra komen. Hè? Ja. Dus, we zijn boven de 30.000 inwoners, dus er komen er 2 bij. Dat is gunstig. Dat is zeker gunstig. Ik wens je heel veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En we hopen dan voor alle partijen dat ze datgene krijgen wat ze willen. Nou, als CDA gaan we er in ieder geval vol voor. Bovendien stimuleren we ook dat alle partijen gebruik gaan maken van Plein Best. Plein Best is een website waar je gratis gebruik van kunt maken. Je kunt er al je ideeën, je kunt een voorstel van je raadsleden erop kwijt. Je kunt, kijk, op het ogenblik maakt alleen PvdA in combinatie met GroenLinks, die maken gebruik van Plein Best. Maar wij willen niet gebonden zijn alleen aan PvdA en GroenLinks. Wij willen alle partijen in Best de kans geven van, nou, maak gebruik. En er wordt al heel veel gebruik van gemaakt, maar we willen dat nog meer. Hè? Niet alleen winkeliers en alles, maar ook partijen. Dus ik nodig je graag uit om daarop te kijken op de website. Ik krijg dadelijk van Tom, krijg je een kaart waar precies op zijn hoe dat je kunt kijken. En ik wens je veel succes. Dankjewel. Dag. Ja. Dag.